Gewoon door. Hij gaat er echt nog uit. Nee. Hallo. Hallo allemaal. En welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Alter Ego. Maar dit keer is het niet mijn alter ego, maar dat van oma Miep. Want oma wordt de eerste gast van deze serie. Oh, wat leuk, Denise. Ja, heb je er zin in? Ja. Want wel, weet je wat het een beetje is, deze serie? Wat doen we dan? Ja, ik dacht iets met bruiken of zoiets. Ja. En mijn eigen opmaken. Nou, dat lijf vind ik helemaal leuk natuurlijk. Nou, leuk. Hoop maar dat ik er jonger uitzie. Ja. Want... Of grappiger, vind ik ook leuk. Oh, grappiger en jonger dus. Want ik wilde vragen, een alter ego is natuurlijk hoe je ook wel zou willen zijn. En al die pruiken zijn dus hoe ik zou willen zijn. Maar dat gaan we zo dan ook even bespreken. Maar eerst moet oma een keuze maken. Want we kunnen natuurlijk niet 4 pruiken op gaan zetten. Dus hier komt het onderdeel. Het kiezen van de pruik. Oeh. Ik heb er 4, oma. Ik zal ze kort om de beurt laten zien. Oké. We hebben hier een grijze lange. Ik heb altijd al lang haar willen hebben. Het lijkt me leuk. Dit is hem. Heel lang is die. Prachtig zeg. Maar we hebben nog één in de aanbieding. Een perzikkleurige pruik. Oh, die is mooi zeg. Die staat perfect bij mijn jasje trouwens. Mooi. Maar we hebben ook een groen met zwarte pruik. Oh, dat is van Londen. Daar lopen die van die punks mee. Ja! Ja! Hè, inderdaad! Ja, dus als je een punker wil zijn... Oh, dus een punk. Een beetje een punker. Ja, dat is iets van oma. Ja hoor. Ja? Punk, ja, oma punk. De laatste, deze is iets roze. En die ziet er zo uit. Oh, wat mooi zeg. Ja, wow. En dat is even op het oog, want je hebt ze nog niet opgehad. Nee. Dus je gaat nou op het oog mag je kiezen. Nou, laat maar beginnen met deze. Vind ik leuk. De lange roze, ja? Ja, ja, ja. Ja, echt? Ja, vind je niet? Oma heeft dus gekozen voor de roze pruik. En ik ga daar nu een make-up look bij maken. Ja. En oma, wat voor type zou je graag willen zijn? Nou, ik vind het wel leuk. Je hebt van die typen, die zitten wel eens bij de boksen, weet je wel. Van ja. Stoere vrouwen. En dan zitten ze mee te boksen zo. Ja. Vind ik wel eens leuk. Oké. Okay. Lang haar en dan... Oh, dus ook misschien wel een beetje met een piercing. Ja. Ja? Ja, echt? Want die heb ik ook maar bij me. Gaat het toch wel af, hè? Want... Nou, we kunnen ook even naar een piercing shop. Nee, dat doen we niet. Doe de bril maar even af, want ik heb hier de foundation. En een heerlijke kwast. Oeh, een beetje te wit. Die nee, het is mooi, maar... Het is mooi, maar ja. Doet die kwast pijn of is die inderdaad wel lekker? Nou ja, een beetje zachte kant wel. Ja, lekker toch? Ja, maar je drukt een beetje. Oh. Dat, nee, de kwast is heerlijk. Ja, druk me door hoor, geef me. Oma is niet voor was. Want als je alles kon, alles had altijd gekund met je haar, hoe zou je er dan uit willen zien? Je mag je ogen weer open trouwens. Nou, ik zou zo mijn haar willen blond, lang? Niet te lang, maar zo dat je toch wat mee kan doen. De kleur is iets aan de lichte kant. Oma heeft de zomerkleurtje nog, zie ik. Ja. Maar dat geeft niet. We gaan voor de winterlook. Ja, voor de winterlook. Dan gaan we een klein beetje poeder aanbrengen. En hier wat voor de kleur. Een shaper. En highlighter krijgt oma. Oh, zegt ze nou zeepkleurtje? Shape. Oh, shape. Om je gezicht vorm te geven. Ik dacht een zeepkleurtje, denk ik. En oma, we hebben dus zo'n paar piercings voor in je oor of waar dan ook. Maar wou je wel eens piercings vroeger, toen je jong was? Nou, dat niet hoor. Maar nee? Ik zal ook niet, als ik iemand vind, wel mooi bij een ander. Ja? Ja, mezelf zou leuk. Ik het niet doen. Wat vind je dan leuk bij een ander? Nou, niet van die, je hebt ook wel eens, hebben ze van die enge doodskoppen erop, dat vind ik niet leuk. Nee. Maar echte leuke dingen, mooie bloemen of iets dan. En niet te veel, dat vind ik ook niet zo mooi. Niet te veel, ja, maar jij bedoelt nou tatoeages volgens ja, mij. Ja, tatoeages. Met inkt. Ja. Maar ik bedoel een piercing, zoals dit. Oh, nee. Of in je neus. Of... Nee, dat heb ik nooit gewild. Nee? Nee. Nee. Maar nee, dadelijk krijg je er een. Oh. Voor die stoere vrouw. Oh, maar ja. Kijk nog eens. Maar ja, dat is toch nep, hoop ik. Ja, dat is nep, ja. Maar waar zou je die dan willen? In je neus, bijvoorbeeld? Ik ben zo benieuwd hoe dat staat. Nou, vooruit in mijn neus. Ja? Dat is toch leuk? Nou ja, joh.
Leuk! Wie niet waagt, die niet wint. Oh jee, oh jee. Leuk! Dan krijg ik een liesaanval. Je ziet er alweer beter uit nu. Oh, nou kan je zien hoe ik te net. Zo, nou dat is alweer een wat gezelligere kleur heb je vind nou. Vind ik ook, vind ik ook. Ik heb mijn bril wel niet op, maar ja. Je wou een stoere vrouw die bokst. Ja, met een zwoele blik. Met een zwoele blik. Een smoky ooglook. Een smoky ooglook. Met ook een beetje goud, is dat leuk? Of staat dat niet bij die pruik, hè? Nee. Wie is nou je voorbeeld van stijlicone? Wie was dat vroeger, toen je jonger was? Nou. Je stijlicoon. Oh, Jackie Kennedy vond ik goed. Ja? Ja. En leuk. Dan had je ook nog één. Dus dan, daar dacht je van, zo zou ik er wel uit willen zien. Ja, of Sonja. Nee, Sonja niet. Hoe heet ze nou? Sophia Loor, ja. Sophia Loor? Ja, en dan die ik andere. Ik zal plaatjes invoeren, jongens. Ja. Nou, en dan werd je ouder, zoals nu bijvoorbeeld. Heb je nou ook iemand die je nog... Oh, Erik Albert, die vind ik ook wel ja? leuk. Ja, die vind ik nog wel leuk. En dus die inspireert jou voor looks, ja, zeg maar? Ja, dan kijk ik wel eens naar de kleren en denk, nou, dat ziet er vlot uit. En dan weet je wie ik ook heel leuk vind. Die, hoe heet ze nou? Erika Terpstra. Juist, ja. Oh ja. Ja, vind ik ook een gezellig iemand. Ik ook, ja, leuk. Ja, vind ik een gezellig iemand. Ja. Ik heb één keer zo'n blauw, had ze zo'n blauw iets, blauw jasje of zoiets, heb ik ook in de kast hangen. Oh, die heb je ook gekocht? Ja, ja. Door Erika. Ja, door nou, Erika. Nou, leuk zeg. Ja. Klein beetje mascara. Dit is even voor mij heel moeilijk. Oh. Dus je moet heel stil zitten. Zo, een hippe oma hoor. Mooie vind ik oma altijd. Ze is al mooi dus. Ja. Maar met make-up denk ik altijd, oh leuk. En dan nog iets jongens, want ik heb namelijk nieuwe pruiken besteld. Die zijn onderweg. Dus dat betekent dat er een nieuwe serie van mijn alter ego kan komen. En misschien wil oma er dan ook weer in meespelen als ze dit dadelijk leuk vindt. Vind ik best leuk. Ja, vind je dat leuk? Wel ja. Dus ik zou zeggen, vergeet ook niet om te abonneren natuurlijk. Nee, daar gaat het om, hè. Dan kan je gelijk weer zien als ik een nieuwe heb geüpload. Ik wil de wenkbrauwen nog even doen. Mijn wenkbrauwen zijn niet enige, hè, geloof ik. Maar dat is bij niemand. Oh. Want ze zeggen, je wenkbrauwen zijn zusjes en geen tweelingen. Oh, vandaar. Dus dat hoort? Dat hoort. Kijk eens naar me, maar het valt nog mee, hoor. Ja, oh. Ja, mooi vind ik het juist. Jo. Dan als laatste de lippenstift en dan gaan we over naar de piercings, oma. Oh. Ik wil een lichte roze kleur en oma heeft deze lipgloss, die had ze al gepakt. En die vind ik perfect voor bij die pruik. Oké, ik ga de piercings pakken. Oké. Ik heb een zakje vol, oma. En er zijn er een paar geschikt voor de neus, waar we het al over hadden. Dat is... Als eerste deze heftige piercing. Dat heet trouwens een septum piercing. Oh. Ik zal het je even laten zien. Ja, ik vind het wel leuk. Dus deze kan je kiezen. Ik ben niet verkouden. Oh, nou ja. Je bent mijn eigen kleindochter. Ik heb namelijk ook een subtiele. Ja, maar ik wou een stoere vrouw zijn. Dus. Dat is waar. Dus ik weet eigenlijk de keuze al. Maar ik laat het toch... Dat is een ringetje met een balletje. Dus, maar die zie je niet zo goed. Nee, die zie je niet zo goed. Dus je wil die stoere? Ja, die vind ik leuk. Nou echt? Ja, ik heb er nog nooit in gehad. Dus nou vind ik het wel eens de kans waarnemen natuurlijk. Leuk. Oké. En dan heb ik nog eentje. Dat is een klein ringetje. Maar die wil je misschien in je wenkbrauw. Doet dit pijn? Nee, dat is wel uit te houden. Kijk hem. Oh, stoer. Dat staat best leuk. Nou, dan kan je hem zelf indoen. Gewoon door. Hij gaat er echt nog uit. Nee. Doet het pijn? Nog een klein... Ja, hij zit. Geen gezicht, zie je. Kijk hem. Ja, ik vind het best wel leuk om eerlijk te zijn. Oh, hij kietelt. Ja? Ja, dat moet je even volhouden. Oh. Ja, je mag wel even zo eraan trekken hoor, ja. Als dat helpt, zo. Ja, nee, ik ga maar even schimmen. Oké, nou, is het tijd voor de pruik dan, hè? Ja, ja. Even kijken. De waarheid. De waarheid. Voor de bokswedstrijd. En dan mag je je bril op, hoor, daarna. Ja. Daar gaat hij. Geef ze. Jeetje, oma, wat erg! Is het
verschrikkelijk. Je bent heel iemand anders. Ja. Wacht, even goed doen. Oh. Oh shit, de piercing. Oh, de piercing vliegt eruit. Ik ben heel benieuwd wat oma ervan vindt. Ik kan, ja. Nou, daar gaat hij. Hier is de spiegel. Oh. Oh, vreselijk. Ja, ja, ben je... ja ik ben echt iemand van boksen, hè. Oh. Hoe vind je die piercing? Oh. Hey, hoe vind je die piercing? Ja, heftig, hè. Oh, jee. Ik ben heel iemand anders. Klein mevrouw, een buurvrouw van vroeger wel. Zo. Wie dan? Had ook zo haar. Wie dan? Ik zal het niet zeggen. Nee, ik zeg het maar niet, hoor. Wat is... Ik kan zo incognito, noemen ze dat, ja. Kan ik zo ergens gaan zitten, zeg. Jeetje, en dan herkennen ze me niet. Dat nee, is leuk. Ik denk het niet, nee. Oh, wat leuk is dat. Ga ik zo zitten. Hé, hey, en oma, zou je hier nou mee naar de winkels durven? Alleen, hè, zonder mij, zou je dat durven? Nee, dat nee, nee. Nee, dat zeg ik ook dan, niet, hoor. Dan brengen ze me dadelijk weg. Jongens, als jullie het willen... Maar ja, het zou wel heel erg leuk zijn van Denise als jullie je abonneren op Denise. Dat ja, zou ik heel leuk vinden. En wat ik leuk zou vinden, als je oma even opzoekt op Instagram. Ja. Want we hebben natuurlijk een fotoshoot hiermee gedaan. Ja. En dan kun je de foto's bekijken. @omamiep5 heet ze. Ik heet @eindenise, dus check dat ook even. En nou, misschien tot de volgende Alter Ego met Miep dan. Ja, ja, vind je dat leuk? Dankjewel voor het kijken. Doei! Doei!